Deze video gaat over warmte-koude opslag in een aquifer. Wil je meer weten over de theorie achter aquifers? Bekijk dan de video rechtsboven en druk op de link. Dit is in Noord-Nederland, in Noord-Holland. Daar hebben we ook een begrensd aquifer. Eigenlijk in heel West-Nederland zitten aquifers op 70 meter diepte. Die zijn gevormd in een zandlaag die afgezet is in een ijstijd, het Pleistocene zandlaag. En die zit op 70 meter diepte. Daar kun je gebruik van maken voor een heel modern verschijnsel, de warmte-koude opslag. En daarvoor heb je nodig zonnecollectoren op een dak en ook fotovoltaïsche panelen. Ik wil even het verschil tussen deze twee aangeven. Zonnecollectoren warm je dus via de zon direct water op en dat water kan je gebruiken voor te douchen en voor je vloerverwarming. En fotovoltaïsche panelen, die wekken elektriciteit op en daarmee kan je eventueel met die elektriciteit ook je vloer verwarmen door water op te warmen. Nou, dan hebben we dus warm water en wat gaan we daarmee doen? Die gaan we opslaan in de grond. Ik heb hier een gebouw met zonnepanelen. En een zomersituatie en een wintersituatie. De zon verwarmt die collectoren. Die warmte wordt opgeslagen in de grond. Dus die komt daar het gebouw uit. En via deze leiding komt die hier in die aquifer. Dat lichtblauwe is die aquifer. En die leiding gaat warmte afstaan aan het grondwater in die aquifer. En dat wordt lekker opgewarmd. Gewoon tot 60 graden blijft het daar. Het kan niet in contact komen met ander water en ook niet met lucht. Dus die warmte die kan niet weg en die blijft daar in dat kleine gebied zitten. Nou, in de winter wil je juist warmte hebben. Dus dan draai je het systeem om. Dan zeg je van hey, ik onttrek die warmte die ik opgeslagen heb in de zomer naar boven. En die gebruik ik voor mijn vloerverwarming om het gebouw op te warmen. Nou, tegelijkertijd hou je dus op een gegeven moment koud water weer over. En dat koude water stop je ook weer in de grond. In de koude bron, zoals dat heet. Ook in die aquifer. Moet wel een beetje uit elkaar liggen. Maar dat koude, dat staat dan ook water op de grond. En dan heb je een koude bron. En in de zomer haal je dan die koude juist weer naar boven. En die koude, die ga je ook door je vloerverwarming laten lopen. Of door je ventilatiesysteem. En dan koelt het gebouw af. En zo heb je dus een perfect systeem wat ontzettend duurzaam is en gebruik maakt van een aquifer. Schitterend, een natuurlijk verschijnsel, een aquifer. Ik heb er een spel over gemaakt, verschillende spellen, dus je kan je kennis testen. Kijk in de beschrijving van deze video voor de link.